Het is vandaag dinsdag en ik open vandaag even de vlog op dinsdag, want ik was gisteren helemaal vergeten. En ik ging best vroeg slapen gisteren, want ik was echt moe. Maar ik heb vandaag stage. Ik heb dit leuke shirtje van Sandro aan. En ik heb vandaag stage, wat ik al zei. En vanavond heb ik een open avond op een pabo school. Dus daar moet ik vanavond heen. En ja, dat is eigenlijk de planning van vandaag. Dus ik ga nu mijn tanden poetsen en dan ga ik zo naar stage. Dus ik zie jullie straks. Ik ben weer thuis van stage en we moesten allemaal kerstbomen opzetten. Dus heel de school is nu lekker kerstjes hier. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Maar ik ben wel een beetje later thuis dan ik verwacht had eigenlijk. Want ik moet zo naar een open avond van een deeltijd pabo-opleiding. Dus ik ga even kijken of ik dat vind. En dus ik ben nu even snel wat aan het eten, want de open dag begint echt om 6 uur. Echt een beetje een rare tijd. Maar goed, ik moet natuurlijk wel wat eten. Ik ben even noedels aan het maken. En dat ga ik nu even lekker eten en nog even lekker chillen. En dan weer door. Dus echt. Goede. Even kijken of dit lukt. Goedemorgen. Ik ben in Utrecht. Ik ben op school. Of ja, op school. Op de locatie waar ik examen heb. Ik heb zo meteen rekenexamen. Dus ik ben benieuwd. Hij begint pas over 20 minuten met de vroeg. Want ik dacht, als ik file staat of iets, moet ik wel op tijd zijn. Maar er stond geen file. Dus ja, dat heeft zo op deze manier uitgepakt. Dat ik nu te vroeg ben. Veel te vroeg. Ik heb wel echt een heerlijke kop thee. Deze heb ik gehaald in Disney. Deze zat in de die heb mijn moeder gehaald in Disney. En die zat in mijn adventkalender. Maar ik moet zeggen, de thee blijft redelijk warm. Dus ik kan hem nog steeds niet drinken. Zo heet, ik kan echt niet tegen hete thee. Maar vandaag, ik heb zometeen dus een rekenexamen. Dan ga ik snel naar huis. Dan ga ik even make-up doen. En dan ga ik vanmiddag met Naomi en Fa bij een hotelschool kijken in Amsterdam, volgens mij. Voor Naomi. En dan gaan we na even een hapje eten in Amsterdam. En als het goed is, zijn we bijvoorbeeld het avondeten weer thuis. En dat is eigenlijk de dag. Dus vandaag is normaal een vrije dag, maar redelijk vol. Maar dat geeft niet. Morgen moet ik toch laat beginnen. Ik zat heerlijk kerstmuziek net te luisteren. Oh, dat is dat lekker zeg. Gewoon lekker die. Ik luister zo'n playlist van Lovies. Die heeft zo'n Christmas playlist. En ja, die is heerlijk. Dus die ga ik even lekker verder luisteren. En dan ga ik nog heel even chillen hier in de lekkere warme auto. En dan zometeen naar school lopen. Ik ben net klaar met mijn rekenexamen. En voor mij gaat het echt goed. Ik ben nooit zo zeker van mijn antwoord, dus ik ga altijd alles 100 keer narekenen, dus het duurt op zich best wel lang. Maar het moet wel een voldoende zijn. Ik hoef er niet per se een voldoende voor te halen, want het is niet een officieel examenvak. Maar volgens mij gaat het wel goed. Dus ik ga nu lekker naar huis rijden en dan thuis even opmaken en misschien nog even omkleden. En dan ga ik zo meteen even naar Amsterdam. Ik heb hem even opgemaakt en ik had dus allemaal vlekken op mijn broek, zomaar. Dus die heb ik even schoongemaakt, zo goed als. En ik ga nu heel even mijn haar fixen en dan word ik zo opgehaald. En we gaan dus naar die open dag van een hotelschool, als ik het goed zeg. En daarna gaan we even Van Dam eten. Dus, heel goed. Ik ben nog nooit op zo'n hotelschool geweest, ook niet voor mij. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het daar aan toe gaat. En ik was gisteren trouwens ook naar een open avond geweest. En die was ook heel erg leuk. En het sprak me heel erg aan, die school. Dus ik denk dat ik me daar binnenkort ga inschrijven. Dus ja, we gaan het allemaal zien. Ik was in ieder geval heel erg positief over. Goede vibes. Ja, dus dat. Dus ik ga me even verder klaarmaken. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ben weer thuis. We hebben heerlijk gegeten bij Van Dam. En de open dag was ook echt heel erg geslaagd. Naomi vond het een hele leuke school. En ik vond het ook wat te zo. Het is niks voor mij. Maar ik vond het wel heel interessant om meegemaakt te hebben.
En toen zaten we bij Van Dam. En toen kwamen Lars Veldwijk en Sarah Lizzie binnengelopen. En die kwamen naast ons zitten in het restaurant. Ik kijk natuurlijk altijd Monique Geuze vlogs. En dat vond ik wel heel gaaf natuurlijk. Dat ik die een keertje in het echt heb gezien. Dus we dachten niet meer stuk. Nee, grapje, is overdreven. Maar ik vond het wel heel leuk om ze gezien te hebben. Maar ik ga nu lekker douchen. En lekker mijn make-up eraf halen. En dan lekker helemaal niks doen vanavond. En morgen hoef ik gelukkig niet zo vroeg te beginnen. Daar ben ik heel blij mee. En ik ben gelukkig lekker vroeg uit. Dus. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik lig nog even lekker een beetje. Want ik word wakker. Ik zou eigenlijk met de bus gaan. Maar ik ga denk ik gewoon lekker met de auto. Dus dan kan ik nog heel even blijven liggen. Ik moet pas om 9:15 beginnen. Ik ga Sanne zo even ophalen. Die rijdt mee. Ik had gedroomd dat het uit was tussen Rick en Sanne. Mega raar. Maar vandaag ben ik lekker vroeg uit. En ik moet vanavond, of ja, eind van de middag, heel de tijd huiswerk maken. A lot of homework. So, dit is not leuk. Ja, deze week is eigenlijk een beetje saai, merk ik. Alleen van het weekend ga ik ook niet echt wat doen. Hoi, ik ben weer thuis. En weer al heel lang. Maar ik heb heel de middag lekker een huiswerk zitten maken. En het is nu 5:15. En we hebben dat sushi besteld. Dus dat ga ik zo afhalen. En ik dacht, ik ga even een kerstliedje opzetten. En ik heb vandaag een 4 gehaald op school. Voor Nederlands. Maar iedereen had een 4 of lager. Dus volgens mij was er 1 iemand die een 5 had. Dus het ligt niet aan mij. Oh, ik ben helemaal moe. Ik heb echt, ik hoor heel veel mensen erover. Maar ik heb een beetje een soort van, ja, niet een dipje. Maar gewoon qua gevoel of zeg maar qua energie heb ik echt een beetje een dipje. Ik zit helemaal, ik ben elke dag echt al om 8:30 ik denk van, oh, ik wil naar bed. Dus gewoon echt een beetje een winterdipje of zo. Qua energie dan, hè. Want ik zit wel gewoon goed in mijn vel, zo, daar niet van. Maar ja, het is gewoon moe iedere keer. En ik kom ten eerste moeilijk mijn bed uit. En ten tweede wil ik echt wel om 9:30 dat ik denk van, oh, ik wil lekker in mijn bed liggen en gaan slapen. Dus ja, maar ik hoorde heel veel mensen over, dus ik ben niet de enige. En ik denk, als je het kijkt en je herkent het, ben je ook niet de enige. Dus het ligt niet aan jou. ik hoor dit liedje. Ik vind het liedje van Sia, of is het Sia, zo leuk, van Snowman. De baby die doet het niet meer. Oh, zo annoying. Ik moet over 10 minuten weg om de sushi te halen. Ik heb zoveel zin in sushi. Ik had sowieso honger, ik had ook wel zin in Mac. Maar verder wil de sushi, dus... Her wish is our command. Nee, grapje. Nee, maakt mij niet zo uit, dus... Ik kan er trouwens nog steeds niet over uit dat ik gisteren gewoon Sarah, Lizzie en Lars heb gezien. Ik vind het helemaal geweldig. Mijn moeder zei ook, jouw dag kan zeker niet meer stuk. Ik zei, nee, dat heb je goed. Nee, ik vind dat echt... Ja, je ziet haar natuurlijk nooit op beeld en dat respecteer ik ook. Dat snap ik wel. Maar dan is het toch wel leuk om zo om het kindje dan een keer in het echt te zien. Maar dat is echt zo'n schattig kindje, echt bizar. En hij had ook een foto op zijn Insta geplaatst. Met Sarah Lizzie bij Van Dam Brasserie. En wij zaten, zeg maar, als je die foto ziet, je moet maar naar je Insta gaan. Als je die foto ziet, zeg maar, links van Lars zat Fabi en ik zat tegenover Fabi. Dus ik zat soort van schuin tegenover Lars. Dus ja, ik zat gewoon schuin tegenover Lars Veldwijk en Sarah Lizzie. Oh my god. Oké, ik loop echt weer om te lullen. Ik ga zo meteen sushi halen en lekker sushi eten straks. Ja. Daily. Wat doe je? Het is toch lekker? Even laten zien. Zo, even kijken. Zit dat voor je vlog? Ja. Ik doe nu even Daily's filmpje in die per ongeluk in zijn verhaal had gezet. Heb je opgeslagen? Ja. Morgen, Coco. Liefje zijn ook alweer wakker. Hey! Hey, Olaf!
zijn jullie groot, hè? Ja. Toekie. Toek. Toekie. Heel liefie. Je hebt zulke mooie ogen. Oh, liefies. Ze mogen 's ochtends altijd even binnen. En 's avonds altijd even. Maar de rest van de dag buiten. Maar goed, het is vandaag vrijdag. En ik heb zin in het weekend. Ik ga even lekker een tosti-dieet met ketchup. Echt heel slecht, maar wel lekker. En ik heb zo meteen stage. Dus, daar heb ik op zich wel zin in. En verder heb ik niks te doen vandaag. Dus stage en daarna lekker weekend. Oh, wat is daar aan de gang? Wow, wat zie ik er verschrikkelijk uit. Oh mijn god, ik ben dus al heel lang thuis van stage. En ik ben net even met mijn broertje naar de supermarkt geweest. Oh, ik ga dit eten. En ik had dit voor Sinterklaas. Deze mega lekkere chocolade lettergeven van de Grijn. En die moet nog opgegeten worden. Ik ga eerst eens lekker marsepein ding eraf halen. Ik wil het vertellen. Oh ja. Ik ben dus gisteren begonnen. Of heb ik het al verteld? Nee, denk ik niet. Ik ben dus gisteren begonnen aan het programma Selling Sunset. En oh, moly. En het gaat over makelaars in LA. Ik ben natuurlijk best wel geïnteresseerd in de makelaarij, vastgoed, dat soort dingen. Dus ik vind het een hele leuke serie. En Naomi en Fabi zeiden dat ik het moest kijken. Dus dat heb ik gedaan. Wat denk jij? Cirkel. Auw. Dus dat ben ik nu allemaal aan het kijken. Dus dat is wel leuk. En ik zit aan te denken om nu lekker te gaan douchen. Ja, dat ga ik gewoon lekker doen. Ik ga lekker douchen. Vanavond lekker niks doen. Massingen kijken. En dat is de planning. Dus lekker niks. Oké. Heel onduidelijk. Echt, wat een verschrikkelijke vlog is dit. Hoi, het is vandaag zaterdag. En Leon die filmt mij. Ik ben aan het rijden. En we zijn onderweg naar Amsterdam. Ik heb eind van de ochtend ben ik wezen tennissen. Eind van de ochtend ben ik wezen tennissen. En het is nu 2:15 en we zijn hier onderweg naar Amsterdam te gaan eten. En ik had eigenlijk met Melissa afgesproken, maar omdat ik moest tennissen kon het niet doorgaan. Dus ja, we zijn nu onderweg naar Amsterdam. We gaan even shoppen. En shoppen. Dan gaan we daarna bij het Pulitzer lunchen. Dus. Lekker. We zitten bij het Pulitzer. We zitten in de garden. En het is echt wel gezellig hier. Ik zal het laten zien. Ik heb een lekker muntteetje. En we zitten naast de kerstboom onder de verwarming. En dan is daar nog een hele mooie andere kerstboom. Dat je even kan zien. Zowel. Very cute. Wat heerlijk. Hier heb ik wel echt zoveel zin in. Gewoon een vette hap. We staan bij de benzinepomp. We zijn echt al een uur bezig om uit Amsterdam te komen. We stonden eerst vast in een parkeergarage. En daarna stonden we vast bij, gewoon in Amsterdam. En alles was afgesloten. Dus we zijn echt, oh. Dus we zijn echt al een uur bezig om uit Amsterdam te komen. En nu zijn we even drinken aan het halen. En nu moeten we dus nog 3 kwartier rijden naar huis. Dus we hebben echt bijna 2 uur gereden naar huis. Echt mega lang. Maar ja, iedereen moet natuurlijk om 5 uur weg. En iedereen gaat nu natuurlijk, denk ik, kerstinkopen doen. En die ga ik gewoon lekker bestellen volgende week, denk ik. Alles voor kerst. Ik heb al wat cadeautjes. Maar ik denk dat ik de rest ga bestellen volgende week. Wow. Ik dacht echt dat iemand me heel raar aan stond te kijken. Maar het is een pop in een etalage. Maar goed. Kerst komt eraan.
En ik wil jullie even laten weten. Het is boven 2 weken. Volgende week nog een beetje school. Die week daarna heb ik ook school. Maar dan heb ik heel de week online les. In verband met corona wilden ze die week online doen. En dan vakantie. En met kerst gaan wij... eerste kerstdag hebben we 's ochtends bij ons kerstontbijt. 's Avonds hebben we diner bij Leon thuis. Tweede kerstdag hebben we 's middags een lunch bij de Harbour Club. Een dinnershow is dat. En dan gaat Hans Klok optreden. Dus dat is wel heel erg leuk. En dan gaan we lekker met z'n allen heen. Dus de opa's en oma's gaan mee. En David gaat ook mee. Leon gaat mee. Dus dat is wel heel gezellig. En kerstavond weten we nog niet zo goed. Want die dinnershow zou eigenlijk op kerstavond zijn. Maar dat kon dus niet doorgaan. Omdat het om 5 uur alles dicht gaat. Dus ik denk dat we dan bij ons thuis misschien gourmetten of eten. Ik weet het niet precies. Maar dat zien we. Of misschien gaat mijn vader wel koken. Die kan wel lekker koken. Dus we weten het nog niet. Maar dat is een beetje de planning voor kerst. Wij gaan naar huis rijden. Leon komt eraan. Dus, en de autobatterij is bijna op. We kunnen nog maar 80 kilometer rijden. Dus ja, of we moeten bij Breukelen even stoppen om te tanken. Maar daar hebben we eigenlijk niet zoveel zin in. Omdat we zo lang onderweg zijn. Dus ja, we moeten snel opschieten. We zitten in de auto en de kerstboom van Loopbeek, of hoe noem je dat ding eigenlijk? Het staat toch in Loopbeek? In IJsselstein? Nee, Loopbeek. Nou, in ieder geval, die kerstboom staat weer aan. Sinds net. Dus dat is wel leuk. Oh, je ziet helemaal daarachter. Wowie. Good morning, het is vandaag zondag en wij zijn wakker geworden bij Leon. En ja, over een kwartiertje begint de Grand Prix. Dus we zijn natuurlijk voor Max. Dus we hopen dat hij wint. We gaan lekker vanuit bed kijken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt zo erg dat hij wint. Kijk bijna altijd. Dus ik hoop het wel heel erg. Ik heb lekker uitgeslapen vandaag. Dus ja, ik ben lekker fit. En ja, ik heb niet zoveel te vertellen. Alleen dat ik echt mega... excited ben voor de Grand Prix. Hey! We gaan eten rijden. Woehoe, lekker. Goedenavond, het is vandaag maandag en ik heb helemaal niks gevlogd vandaag. Ik ben de hele dag in school geweest tot 4 uur, dus ik was ook super laat thuis. En ik ga gelijk ook hier de vlog afsluiten. Ik heb deze week niet zoveel leuks gedaan, echt heel weinig. Maar ja, dat hoort er ook bij. Kan niet alleen maar leuk zijn natuurlijk. Dus ik wil hierbij de vlog afsluiten. Dus vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer bij de Christmas vlog. Doei!